Daarvan is hij al Vlaanderens bekendste schrijver. Dat is wetenschappelijk aangetoond vorig jaar nog. In die 30 jaar heeft hij meer dan 1000 columns geschreven voor Humo, meer dan 750 voor Het Laatste Nieuws en wellicht nog wel een paar honderd voor andere bladen, waaronder zelfs De Woef. En nu is hij bevallen van zijn 65ste roman, zijn 65ste al. Poppy en Eddy en Manon. Ik heb het uiteraard over Herman Brusselmans. Dag Herman. Hallo Vinny, hoe is het? Alles goed, dankjewel. Hoe is het met jou? Prima, hè? Prima. Hoe wordt je nieuwe boek ontvangen? Redelijk goed. Ik ben wat bezig met zo'n promotie. Er zijn nog niet echt veel recensies. Dat is de laatste jaren zo wat verminderd. Men wil eerder zo interviews en dit soort dingetjes, wat ik wel oké vind. Hè. De meeste recensenten hebben natuurlijk ook al wellicht tientallen van jouw boeken gerecenseerd. Het zijn er ook al, ja, ik zeg het net, 65. Ja, ik ben bezig met al die recensenten overleven. Er zijn er ook al veel die er van tussen zijn. Hè. Ja. Dus, maar het boek wordt goed ontvangen. Het verkoopt niet slecht. Ik ben content. Ja. Voor we het over het boek zelf hebben, je 65ste, ik zei het al, een turf ook van 544 bladzijden, een van je dikkere, denk ik wel, ja. Nog toe. Waar blijf je de fut vandaan halen? Ja, het is mijn stil, het is mijn passie, er zit nog altijd in driving van ik moet schrijven, ik moet bezig zijn. Ik ben wel vermoeider dan vroeger, in die zin dat ik minder lang aan een stuk kan schrijven enzovoort. En achteraf denk ik wel eens, hoe heb ik het gedaan? Hè? 545 pagina's op 5, 6 maanden. En ja, maar ik doe het gewoon. Weet, ook niet te veel neuten en zo. Gewoon doen. Gewoon doen, oké. Okay. Ik had je ook kunnen vragen, waar blijf je de inspiratie halen? Maar die ben je eigenlijk niet ver gaan zoeken. Hè? Poppy en Eddy en Manon is een, laten we zeggen, semi, zo goed als volledig autobiografische roman. Ja, er zijn autobiografische elementen die ik natuurlijk tot een roman verwerkt heb. Hè? Poppy staat voor iemand, Eddy is mijn non. En Manon staat ook voor iemand. Hey, Poppy voor mijn ex-vrouw, Manon voor mijn ex-vriendin. En het is eigenlijk een liefdesroman. Hey. Het is een liefdesroman voor twee vrouwen. Ja, het gaat in casu eigenlijk over op dit moment de twee belangrijkste vrouwen in je leven. Zoals je zegt, je ex-vrouw. En je leert in het boek dan een nieuwe vriendin kennen. Ja. En we hebben dat ook kunnen volgen in de kranten. Is dat niet iets wat jou stoort? We hebben die hele liefdesromance met Manon, eigenlijk Melissa, een 25-jarige journaliste van P-magazine, allemaal kunnen volgen in de kranten. Stoort jou dat niet? Dat is natuurlijk niet prettig. Hè. Zeker als ze ook dingen gaan ten eerste verzinnen en ten tweede privé dingen gaan schrijven. Vooral Manon, zal ik zeggen, uh-huh. was daar niet echt erg mee opgezet. Hè. Dat meisje werd ook direct geconfronteerd met grote titels in de story en in de tv-familie. En daar zit je echt niet op te wachten. Zij is een journaliste die voor haar eigen werk wil geapprecieerd worden en niet omdat het al lief een of andere pipo is die nu en dan eens op tv komt, natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk ook eigen aan je schrijverschap, Herman. Je hebt altijd alles wat er in jouw leven gebeurt ook gebruikt in je boek. Ja, dat moet ik toegeven. Kijk, als je alleen maar historische romans schrijft die je spelen in de 16e eeuw, zul je minder gemakkelijk in de story komen dan als je over je eigen leven schrijft in 2014. Niets blijft geheim. Hè. Heb je daar soms mee geworsteld van daar misschien toch wat minder over prijs te geven? Want het gaat ver, hè. Echt heel erg intieme details. Ja, maar toch. Ik zeg altijd, blijf een roman. Als je iets uit het boek haalt, dan je kan aan mij vragen, is dat echt of is dat niet echt? Is dat waar gebeurd en is dat niet waar gebeurd? Ik weet het. En Manon weet het ook. Maar ik weet nog altijd, volgens mij, net de grens te liggen tussen wat je mag weggeven uit je privéleven en wat je beter kan voor jezelf kan houden. Ja, maar er zijn dus toch dingen die je liever voor jezelf houdt. We komen niet alles te weten. Ja, ik ga uiteraard niet vertellen wat ik liever voor mezelf houd. Dan had ik het kunnen opschrijven natuurlijk. Hè. Ja. Maar uiteraard zijn het privé dingen. Ja, ja. Maar ik heb altijd wel de neiging gehad om als ik iemand graag zie, vrouwen in dit geval, om die een soort van monument te geven, om die een soort van standbeeld te geven. En dat is natuurlijk ook niet allemaal koek en ei, want je moet tenslotte ook een roman hebben. Er moet een beetje confrontatie zijn tussen man en vrouw en met een kijk daarop, maar het is een liefdesroman. Ja. Wel, het gaat niet alleen over je relaties in het boek. Er zitten ook, laten we zeggen, absurde uitweidingen in. Typische Brusselmans bullshit, laten we zeggen. Dingen waarvan ik me soms afvraag, waar blijf je die halen? Want het moet toch niet evident zijn om dat allemaal te blijven. Uit mijn kop. In principe is het een roman over een eenzame persoon die steun zoekt bij vrouwen, maar die vaak alleen zit. Hè, vooral 's nachts. Zij leeft en werkt 's nachts. En dan 's nachts komt die demonen in zijn hoofd en begint hij zich van alles
voor te stellen. En moorden in het bos, is een rode draad, lijken vinden het vinden van lijken in een bos enzovoort. En van waar dat komt, ja, ik zou het bij God niet weten. Een ontsnapte kogelvis uit Milwaukee ook. Ja, ja. Waar komt dat vandaan? Ja, vooral voor iemand die al jaren niet meer drinkt en voor zover ik weet ook geen drugs gebruikt. Ik gebruik niks, nee. Behalve ben een roker, maar voor de rest gebruik ik niks van hallucinatoire middelen. Ja, er is ook nooit zo'n césuur geweest tussen de literatuur die ik schreef toen ik dronk en toen ik gestopt ben. Dus dat is eigenlijk nooit veranderd. Dus met andere woorden, ik heb die verdoving van drank of wat dan ook nooit nodig gehad om te kunnen schrijven. Nee, ben je intussen ook alweer aan het broeden op nieuwe boeken? Want je werkt heel vaak aan twee boeken tegelijk. Ja, het volgende is Ben nu. Dat is een tweede Zijk. Hè. Mijn vorige roman heette Zijk. Speelde in 1961. Is een soort van politieroman. Het vervolg daarop is nu binnen met de uitgeverij. En dan zal er ook nog een vervolg komen op Poppy en Eddie en Manon. Ja, want in het boek leer je een nieuwe geliefde kennen, maar daarmee is het intussen ook weer semi-afgelopen eigenlijk. Hè? Semi-afgelopen, we zijn nog hele goede vrienden. Ja. En ik wil als ze zitten luisteren nu, wil ik haar hartelijk groeten. Heel mooi, goed. Groetjes van Herman via Studio Brussel. Wat ik me afvroeg, wat ik heel straf vind eigenlijk, is dat je met, ja, laten we zeggen, de twee grote liefdes van de voorbije 20 jaar uit je leven, dat je daarmee een echte goede vriendschapsband hebt opgebouwd. Dat lijkt me niet evident. Heel veel mensen kunnen dat moeilijk bevatten. Nee, ik hoor dat vaker, die vragen, hoe doe je dat? Maar ik vind het net wel evident om dat te doen. Dat zijn mensen die je enorm graag ziet. Oké, de relatie man-vrouw mag dan wel afgelopen zijn of mislukt zijn, hoe je het ook noemen wil, maar ik ga niet iemand die ik dolgraag zie uit mijn leven stampen. Ik wil die gewoon in mijn leven blijven hebben, zei het.